Yo, what up? Het is je boy Demo. We zijn op dit moment bij de auditierondes van Punch Out Battles. En ik heb eigenlijk het gevoel dat ik een beetje naast de mascotte van Punch Out Battles sta ofzo. Ja. Ik zie jou eigenlijk altijd, toch? Ja man, ik ben gewoon trouwe bezoeker, toch? Je bent al een paar keer eerder bij audities geweest. Toen was het altijd of twijfel of net niet. Wat gaat er deze auditie anders volgens jou? Nou, die laatste auditie van vorig jaar, daar was ik gewoon echt niet tevreden over. Dus ik heb nu bedacht van dit ga ik niet nog een keer doen. Ik ga nu gewoon killen. Gewoon alles 10 keer harder dan de vorige keer. Gewoon goed voorbereiden en knallen. Heb je jezelf dan ook echt anders voorbereid dan de andere keren, zeg maar? Dat dus. Je hebt Chiefs meegenomen, dan komt het altijd goed. Nou, ik heb sowieso supporters meegenomen, natuurlijk. Niet per se anders. Ik heb gewoon mijn bars geschreven, maar ook echt gewoon geoefend hoe ik het ga brengen. Ik heb gewoon echt. Ik hoor heel vaak auditanten zeggen van ja, ik had beter gekund en zo. En dat ik denk van waarom? Als je al bij de voorbereiding deed, dit kan ik beter, ga dan verder daarin, weet je. En ik heb echt gewoon alles qua oefenen alles eruit gehaald. Hè. Je hebt dadelijk dan ook echt een tegenstander waar je tegen moet gaan battelen. Wat verwacht je daarvan? Ik ben benieuwd. Zijn naam is Meerkoet. Hij had een filmpje met een stemvervormer. Dus ja, een beetje een troll guy. Ik heb geen idee wat hij gaat doen. Ik hoop niet dat hij de obvious Engels gaat pakken van ja, je bent er altijd en dit. Ik ben gewoon benieuwd wat hij gaat doen. Nou zijn er, zie ik heel vaak mensen eigenlijk onder de comments van ja, Frans die moet eigenlijk ook in de league, waarom komt hij nooit ook in de league? Waarom denk jij zelf dat het eigenlijk tot nu toe nog niet gelukt is? Hoe ik het zie, ik heb zeg maar, ik heb ook battles gedaan waar ik wel tevreden over ben. En dan net die auditie die belangrijk was, dan wou ik iets nieuws proberen vorige keer. En dat werkte niet helemaal en ik liep vast en dat was gewoon, dat was niet overtuigend genoeg. We gaan er natuurlijk allemaal van uit dat het dit keer natuurlijk gewoon wel in één keer bab in de league. Ja. Maar stel dat gebeurt niet, wat dan? Volgende auditie weer? Of? Ja, daar moet ik nog even over nadenken. We gaan gewoon eerst denken aan deze auditie en dat Frans Sinatra gewoon gaat killen, toch? Ja, toch. Ja, toch. Nou, ik wens jou heel veel succes. En tot in de league, dat zeggen we gewoon. Ik sta op dit moment naast auditant Meerkoet. En die naam heb je waarschijnlijk omdat je over je tegenstanders heen vliegt. Ja, man. Ja, bars. Ja, heb ik jou een beetje goed omschreven zo? Ja, onder andere. Ik heb gewoon een naam gekregen omdat ik het random kreeg op school, zeg maar. Dus ik dacht, waarom niet? Een satirische naam kan geen kwaad. Maar dus gewoon was er een dag iemand die zei, vanaf nu heet jij Meerkoet. Nou, nee, het werd gewoon zo'n soort random bijnaam. Dus ik dacht van, waarom niet? Ik kan het gewoon toepassen als een satirische naam, want ik vind battle rap veel belangrijker dan de MC-naam, zeg maar. Ja. Nou, zijn er heel veel mensen die jou nu misschien voor het allereerst zien. Hoe zou je jezelf omschrijven? Wat voor battle MC is Meerkoet? Nou, ik ben meer zo'n satirische, zeg maar. Okay. En je gaat heel veel jezelf dissen. Jokes en bars gemixt, zeg maar. Jokes of jokes? Jokes. Jokes, nee. Geen jokes, toch? Nee. Je hebt jezelf op een gegeven moment aangemeld voor de auditieronde. Waarom dacht jij van ik hoor thuis bij Punch Out Battles? Nou, ik heb me eerst aangemeld als een soort grap. Om kijken of ik aangenomen word. Op een gegeven moment werd ik aangenomen, dus nam ik het serieus. Dus ik ging echt bars schrijven. Maar dit klinkt niet goed, hè? Zeg maar, meestal als je bijvoorbeeld kijkt naar Voice of Holland of Idols en zo, dan hoor je altijd die mensen die zeggen ja, dit was een grap. En dan gaan ze zingen en is het altijd slecht. Toch? Klopt, maar het was helemaal in het begin, hè, maar toen ging je later beseffen, oh, dit is serieus, ik ging echt bars schrijven en toen kwam ik erachter dat ik best wel goed ben. Oké. Dus je had je ingeschreven zonder te weten dat je het kon en toen kwam je erachter dat je het kon, zeg maar. Ja, precies. Okay. En je hebt dan dadelijk een tegenstander, wat verwacht je daarvan? Ja, mijn tegenstander, ja, ik verwacht dat hij goed zijn best gaat doen. Hij heeft al vaker meegedaan, hij is van de oude gen, hij heeft meerdere battles gedaan, dus ja, ik verwacht wel iets goeds van hem. Dat hoop ik echt, want ik wil echt niet een tegenstander die gaat choken. Okay. En jij bent dan zelf ook geen tegenstander die gaat choken? Wat kunnen we van jou verwachten dan? Nou, dat ik gewoon echt met ingewikkelde bars kom. Okay. Je komt echt met die diepzinnige lijn. Ja, een paar diepzinnige en enkele makkelijke, simpele. Onder de gordel dingen en zo. Precies. Stel dat jij dadelijk gewoon wint, je bent super erg, de jury geeft je allemaal 10. Je komt dadelijk in de league. Tegen wie zou je dan graag een keer jezelf willen meten?
Ik zal het niet echt weten, mij maakt niet zoveel uit. Niemand? Gewoon, laat ze allemaal maar komen. Insano, Waldo. Insano en Waldo? Nee, die zou ik het liefst niet willen, man. Die zijn nog echt hoger dan ik, man. Die zijn echt... Je wil wel gewoon laag beginnen en dan jezelf... beginnen, want ja, je moet gewoon realistisch blijven. Ik ben gewoon realist. Ja, precies. Gewoon zo. Laten we maar in ieder geval beginnen met de auditieronde winnen. Wens ik jou heel veel succes. Dankjewel. Meer goed. En we gonna get it, man. Mijn naam is Demo.